Een uitbraak van rhinopneumonie. Het is de nachtmerrie van elke paardenhouder. Rhino is een besmettelijke infectie die veroorzaakt wordt door het equine herpesvirus. Zo'n 80-90% van alle paarden komt met het virus in contact nog voor ze 2 jaar oud zijn. Eens een paard het equine herpesvirus opdoet, blijft het dier levenslang drager. De infectie kan dan jaren slapend aanwezig zijn in het lichaam zonder dat het voor problemen zorgt. Al kan het virus gelijk wanneer gereactiveerd worden. In dat geval kan het paard symptomen vertonen en het virus verspreiden naar soortgenoten. We verdelen paarden eigenlijk graag op in 3 groepen. En de eerste groep is eigenlijk paarden met griepachtige klachten. En dat is meestal beperkt tot de bovenste luchtwegen. Dat zijn paarden die hoesten, neusvloeit tonen, vaak ook hoge koorts. We zien dat de jonge paarden vaak de duidelijkste klachten hebben. En dat de oudere paarden, kan het zelfs heel onopgemerkt voorbij gaan. En een eerste symptoom dat er vaak opgemerkt wordt, dat is koorts. Een tweede groep zijn de drachtige merries, waar dat virus abortus kan veroorzaken, maar ook bijvoorbeeld doodgeboren veulens of veulens die te vroeg geboren zijn en sterk verzwakt zijn. Abortus treedt meestal op in het derde trimester van de dracht. En dan een derde groep, en vaak ook de meest gevreesde groep, zijn de paarden waar het virus eigenlijk het zenuwstelsel gaat aantasten. En dat is dikwijls het ruggenmerg. Op het laatste stukje, ter hoogte van de staart en de achterbenen. En dat zijn paarden die dan ataktisch zijn, of die zelfs helemaal niet meer recht kunnen. En vaak met een verlamming van de staart en de blaas. Dat kan slecht aflopen. Er zijn ook paarden die kunnen herstellen, maar er zijn ook paarden die het niet halen. Een paard wordt besmet met rhinopneumonie via direct of indirect contact. Dat wil zeggen, het virus kan spreiden over beperkte afstand door de lucht. En het wordt vooral overgedragen door rechtstreeks contact tussen paarden, via neusvloeien bijvoorbeeld. Maar het kan ook indirect overgebracht worden via mensen die de paarden verzorgen, via kleding, via schoeisel. Bovendien kan één en hetzelfde virus, namelijk EHV1, zowel de luchtwegproblemen als abortus als zenuwstoornissen veroorzaken. Zo kan een jaarling met luchtwegproblemen het equine herpesvirus uitscheiden en abortus veroorzaken bij een drachtige merrie. Datzelfde virus van die aborterende merrie kan dan weer de oorzaak zijn van zenuwsymptomen bij een ander paard in de stal. Daarom zal bijvoorbeeld het scheiden van jonge paarden en sportpaarden van de drachtige merries één van de maatregelen zijn om de verspreiding van rhinopneumonie te voorkomen. Belangrijk om te weten is dat eens een paard een besmetting gehad heeft met rhinopneumonie, dat hij daar levenslang drager van blijft. Dat paard heeft daar geen last van, maar in sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij stress, vermoeidheid of ziekte, kan het virus reactiveren zonder dat het paard er noodzakelijk ziek van wordt. Maar hij kan wel andere paarden besmetten terug via neusvloei. Als je het vermoeden hebt dat je paarden hebt met rhinopneumonie, is het altijd belangrijk om snel een diagnose te stellen en om een dierenarts erbij te halen om een specifieke diagnose te stellen. Er zijn namelijk zeer veel respiratoire ziektes die dezelfde symptomen kunnen geven in de beginfase. Dus het is nodig om specifiek onderzoek te doen. Als het een paard is met koorts of respiratoire problemen zoals neusvloei, dan kan de dierenarts zijn staal nemen vanuit de neus en dat laten onderzoeken. Gaat het om paarden met zenuwstoornissen, dan wordt er meestal bloed genomen om de diagnose te stellen. Of als het nog zeer acuut is, dus in het beginstadium, kan er ook eventueel nog een neusswab genomen worden om te onderzoeken. Gaat het over een merrie die geaborteerd heeft, dan is het vooral belangrijk om het veulen te gaan onderzoeken. Stel dat dat om een of andere reden niet mogelijk is, of het veulen of de nageboorte is niet beschikbaar, dan kan er eventueel een vaginaal staal van de merrie genomen worden om het daarop te onderzoeken. Een
echte behandeling van rhinopneumonie bestaat niet. Het is een virale infectie, dus een antibioticum helpt niet. Tenzij dat we een secundaire bacteriële infectie in een enkel geval willen gaan vermijden. Het is best om het paard zo luchtig mogelijk op te stallen. Eventueel koortsremmers als ze echt hoge koorts maken en het er lastig mee hebben. Paarden met zenuwsymptomen, als die echt ondersteund moeten worden, hangen we die op in een singel. Leegmaken van blaas en van de darmen, als ze niet meer kunnen zelfstandig mest maken. En ontstekingsremmers, om eigenlijk die ontstekingsreactiedroogte van het ruggenmerg te gaan verminderen. Omdat rhinopneumonie niet specifiek behandeld kan worden, is het erg belangrijk om preventief te werken. En dat kan op twee vlakken. Een eerste stap daarbij is een goed stalmanagement. Het is van belang om bijvoorbeeld jonge paarden, drachtige merries en sportpaarden uit elkaar te houden. Waarom? Omdat sportpaarden vele contacten hebben met vreemde paarden en zo makkelijk rhinopneumonie kunnen binnenbrengen in de stal. En dan heb je de tweede groep, de jonge veulens. Dat zijn meestal paarden die nog niet optimaal, geen optimale immuniteit hebben. En als ze de eerste keer met virus in contact komen, dan scheiden ze bijna 4 weken virus uit en in zeer grote hoeveelheden. Dus die zijn een zeer grote bron van infectie. En dan de derde groep, dat zijn de drachtige merries. En die houden we liefst apart, omdat die gevoelig zijn in hun dracht voor het optreden van abortus na infectie. Een tweede belangrijk item in de preventie van rhinopneumonie is de vaccinatie. Vaccinatie is omstreden. Er wordt veel verteld dat vaccinatie niet werkt. Het is inderdaad zo dat het vaccin geen 100% bescherming biedt, maar hij is wel van zeer groot belang om de hoeveelheid virus die uitgescheiden wordt na een infectie sterk terug te dringen. Een paard dat gevaccineerd is, zal maar een 2 tot 3 dagen besmettelijk zijn, terwijl een niet gevaccineerd paard tot 10.000 maal meer virus uitscheidt en 3 tot 4 weken kan besmettelijk zijn. Dus vaccinatie is zeer belangrijk om de infectiedruk te verminderen en eveneens om de symptomen te gaan verminderen. Er is minder abortus vastgesteld en de respiratoire symptomen zoals een neusvloei en de koorts worden sterk onderdrukt na vaccinatie. Het vaccineren van de volledige stal zorgt ervoor dat de hele groep paarden beter beschermd is tegen rhino. Op die manier houd je de ziekte nog beter onder controle. Maar wat als het toch tot een uitbraak komt? Je hebt het vermoeden dat je een grote uitbraak hebt of dat er verschillende paarden ziek zijn door rhinopneumonie. Dan is het eerst en vooral van belang om een diagnose te stellen. Zoals gezegd zijn er verschillende andere ziektes dezelfde symptomen geven in het acute stadium. Eens dat de ziekte bevestigd is, is het vooral van belang om ervoor te proberen zorgen dat het niet verder spreidt. Dus hygiëne is van belang. De stal zou het best gesloten worden, dus geen paarden binnen laten komen, geen paarden laten buiten komen. De zieke paarden isoleerden best en worden best verzorgd zonder contact te hebben met de paarden die nog geen symptomen tonen. De paarden die in contact geweest zijn met een ziek paard worden het beste opgevolgd. Van zodra zij ziek zijn, dienen ze ook geïsoleerd te worden. En de paarden die nog geen symptomen tonen, die kunnen ook gevaccineerd worden. Dan zorg je ervoor dat eventuele afweer dat ze al hebben nog eens geboosterd wordt. Ofwel kan je in het beste geval vermijden dat ze besmet raken of ernstige symptomen ontwikkelen ten gevolge van rhinopneumonie. Wil je meer informatie over rhinopneumonie? Surf dan naar de website www.rhinobijpaarden.be. Deze reportage werd mogelijk gemaakt dankzij Zoetis.